In de strijd tegen fietsendiefstal zet de politie Rotterdam lokfietsen in. En met deze lokfiets wordt afgelopen woensdag een groot succes geboekt. De fiets, met daarin een zender, wordt namelijk gestolen. Reden voor Ben Rink, projectleider lokmiddelen bij de politie Rotterdam, om in de auto te springen en de lokfiets te volgen. En die fiets gaat snel, want de tweewieler ligt in een busje en gaat richting de grens. Nou, op een gegeven moment reden we Utrecht erbij, richting Veenendaal. Nou, op de hoogte van Veenendaal reden we achter diverse voertuigen en probeerden we te onderzoeken of nou in welk busje of auto ligt nu onze lokfiets. Nou, uiteindelijk 3 kilometer voor de Duitse grens hadden we het idee dat hij in een huurbusje lag, die fiets. Dus we hebben samen met de politiecollega's van Arnhem het busje een stopteken laten geven, gecontroleerd. En daar troffen we inderdaad onze lokfiets aan. En wat leuker was, daarnaast ook nog eens 14 andere fietsen. De bestuurder, een 32-jarige Roemeen, wordt aangehouden en is afgelopen dinsdag voorgeleid. Fietsendiefstal is geen ondergeschoven kindje bij de politie. In Vlaardingen bijvoorbeeld was grote overlast door fietsendiefstal. Door een gerichte aanpak, bijvoorbeeld met de lokfiets, is in deze gemeente het aantal aangifte afgenomen van 700 in 2014 tot 500 dit jaar. Die aangiftes zijn cruciaal. Als je fiets gestolen is, doe altijd aangifte. Twijfel niet, het is zo gepiept. En bel ons ook als je denkt dat je iets verdacht ziet of dat mensen fietsen in staan laden. Want de meneer die we nu hebben opgepakt, die stond ook gewoon de fietsen op te tillen en in een busje te laden. Twijfel niet, bel altijd de politie. Doordat het busje met de lokfiets vlak voor de Duitse grens werd aangehouden, zijn er van de 14 gestolen fietsen inmiddels weer 9 terug bij hun eigenaren.